Er vallen vandaag diverse winterse buien in Nederland. Sommige buien gaan gepaard met hagel, natte sneeuw en ook onweer behoort tot de mogelijkheden. Er waait het ook stevig uit het westen, matig tot krachtig boven land en hard aan zee. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 3 en de 5 graden, vanmiddag kan er nog wel een graadje bij komen, maar in een paar stevige buien daalt de temperatuur ook weer een paar graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op sneeuwbuien ook verder toe. En dat betekent dat het met name landinwaarts hier en daar ook wit kan worden en natuurlijk ook glad als gevolg van de sneeuw die er ligt. Temperatuur die daalt in het binnenland tot rond het vriespunt. Ook morgen nog steeds winterse buien. In de loop van de middag wordt het geleidelijk aan wel wat rustiger. temperatuur ligt tussen de 3 en de 6 graden, en er staat een vrij krachtige of krachtige wind uit westelijke richtingen. Donderdag wordt het een zeer interessante dag. Waarschijnlijk krijgen we te maken met storm aan zee. En in het binnenland kunnen zeer zware windstoten voorkomen, tot ruim boven de 100 km per uur. Smiddags is het zo'n 7 tot 10 graden. Vrijdag en zaterdag is het weer rustiger. Dan komen er wel weer winterse buien onze kant op. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.